Dit is een heel simpel gerecht, maar het is net even iets specialer dan een gewoon karbonaatje. Ik heb de uien klein gesneden, halve ringen. En prachtige doorregen ribcarbonades. Even een beetje zout en flink vers gemalen peper aan beide kanten. En die ga ik even aanbraden. Half boter, half olie. Olijfolie heb ik gebruikt. En zodra de boter een beetje begint te bruisen, kunnen ze in de pan. En dan een minuut of 3 aan iedere kant. Ze moeten alleen even kleuren. En ze garen straks in de oven. Die gaan in de ovenschaal en dan de uien, het grootste gedeelte van de uien, aanfruiten. Ze mooi een beetje bruin worden. Met de schuimspaan, zodat je niet het vet hebt. En een paar laatste rauwe uitjes bovenop. De pan even schoon. En dan begin ik aan de saus. De boter smelten. Bloem erbij. En nu een paar minuten blijven roeren. Tot alle klontjes eruit zijn. En je een mooie gladde roe hebt. Dan gaat de wijn erbij en de room. Meteen weer roeren. Dat gaat in het begin een beetje klonten, maar gewoon blijven roeren. Dat komt goed. Je hebt nu een mooie gladde saus. En als die gaat koken, wordt die dik. Als die te dik is, een beetje vocht erbij. En dan een lekkere schep mosterd. De hoeveelheid is afhankelijk van welke mosterd je gebruikt. Dus dat moet je even proeven. Ik heb hier een grove mosterd gebruikt. Even op smaak brengen met zout en peper, als dat nodig is. Dit gaat over de carbonaatjes met de uien en dat gaat een kwartiertje in de oven op 180 graden. En die saus is straks natuurlijk heerlijk met een gekookt aardappeltje. Garneren met een beetje peterselie en je hebt heerlijke malse carbonaatjes met mosterdsaus.